bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt. Je kunt zelf al veel doen en zo een waterbaas worden. Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je een boel bereiken. En ook wij werken hieraan. We letten op de kwaliteit van het oppervlaktewater en we werken aan een goede aan- en afvoer van water. Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in een deel van Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. Dat doen we al heel lang. Schoon en gezond water is één van onze kerntaken. Het is belangrijk voor mens en dier. Wist u dat er per jaar in Nederland minstens 140 ton aan medicijnresten via ons riool in onze meren, beken en sloten terechtkomt? Een deel verlaat ons lichaam op een natuurlijke manier, maar een deel komt direct in ons riool terecht. Pijnstillers kunnen bijvoorbeeld weefselschade veroorzaken bij vissen en de anticonceptiepil kan leiden tot geslachtsverandering. Antidepressiva, die beïnvloeden weer het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen. Kortom, het leven in het water wordt direct beïnvloed door ons als mens. Als waterschap kunnen we niet alle medicijnresten uit het rioolwater halen. Daar hebben jullie hulp bij nodig. Heb je medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek, maar lever ze in bij de apotheek. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we ook in de toekomst een gezond waterleven houden. Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd en de kwaliteit van het water is flink verbeterd. Maar we zijn er nog niet. We blijven hard werken aan een schoon en toekomstbestendig watersysteem. Vol leven. Wil jij ook meehelpen om te zorgen voor schoon en voldoende water? Kijk dan op www.noorderzijlvest.nl/waterbazen.